Dit is de Cultuuragenda. In samenwerking met Theater Speelhuis in Helmond. Fantastische internationale topartiesten presenteren circustheater met prachtige acrobatiek, jongleren en humor. Met daarin ook dressuur zonder wilde dieren en natuurlijk spetterende live muziek. In de voorstelling Sterke Staaltjes van het Wintercircus Martin Hansson zijn de circusacts geïntegreerd in een stoer verhaal waarin ook het decor een actieve rol speelt. De artiesten laten veel meer zien dan alleen kunstjes. Ze zijn anders, origineel en nieuw. Leuk voor jong en oud. Wintercircus Martin Hansson op zondag 10 januari in Theater Speelhuis. Bent u toe aan het beste medicijn tegen de sleur? Een gegarandeerde kuur tegen verdriet, kommer en kwel en de ultieme remedie tegen getop, chagrijn en drama? Ga dan naar de nieuwe komedie van John van Eert. De enige bekende bijwerkingen zijn buikpijn van het lachen en blauwe plekken van het slaan op het bovenbeen. In zijn voorstelling Harry Baba wordt het Harry van Meulen wel heel erg moeilijk gemaakt. Als geest uit de fles moet hij elke willekeurige gek gehoorzamen die hem tevoorschijn haalt. En Harry zou Harry niet zijn wanneer hij niet alles in de soep laat lopen en iedereen tot grote wanhoop drijft. John van Eert met Harry Baba op woensdag 13 januari in Helmond. Theatergroep Suburbia met Nachtvlucht. Gerrit Thijs situeert zijn nieuwe toneelstuk in de vertrekhal van een vliegveld. De avond valt, de vlucht is vertraagd. Daar zitten ze, de verlorenen die al op weg naar een verre bestemming hoopten te zijn. De cameraploeg van Hello Goodbye is net vertrokken en de winkels zijn dicht. Sommigen proberen te slapen, anderen irriteren elkaar. In een regie van Albert Lubbers spelen vier acteurs maar liefst 30 rollen in vele verhalen. Komische en tragische Hollandse verhalen over liefde en verdriet. Tot de ochtend daagt. Eindelijk kunnen ze vertrekken. Ze gaan naar buiten, moe, met hun rolkoffers en hun rugzakken. De tekstschrijver van dit stuk, Gerrit Thijs, heeft al vele toneelstukken en bewerkingen op zijn naam staan, onder andere Karakter. Zijn voorstelling Nachtvlucht is op donderdag 14 januari te zien in Helmond. Tot zover de Cultuuragenda. Meer informatie op theaterspeelhuis.nl.